Als chef-kok werk ik het liefst met mooie, verse lokale producten. Als je dan zo om je heen kijkt, denk je van, hier groeit niet zoveel. Ja, cactussen. Maar met een beetje wil, geduld, water, voorlichting en liefde kun je hier op Bonaire van alles kweken. En dat wil ik, Corja Hauerheide, laten zien. Daarom dit programma, Bonaire eet smakelijk. Hey Maurice, ik heb straks een afspraak met Daily Fresh. Daar hebben ze tilapia en groenten. En daar wil ik een leuk gerechtje van maken natuurlijk. Ze kweken mosterdsla. En die tilapia doen ze roken. En daar wil ik een leuk gerecht mee maken met mosterd. Oké. Okay. Dus wat zou dus mooi passen met mosterd? Nou, ik denk, we hebben hier twee leuke producten. Mm-hmm. Dat zijn de pinda's. Ja? Al bekend, vroeger heel beroemd op Bonaire. Iedereen had pinda's in de regentijd. Oké. Okay. Die hebben we hier ook. Ik denk dat wel goed past bij zo'n gerecht. Ja. Kijk, de pinda's is eigenlijk een gewas wat onder de grond groeit. Het is een aardnoot eigenlijk, toch? Een aardnoot, ja. Dus nou, je kunt het zo groeien en dat kunnen we dadelijk de nootjes openmaken. Je kunt het zo eten, ongebakken. Mm-hmm. Of je kunt het drogen en bakken en dan door je maaltijd heen doen. Branden eigenlijk of niet? Of is bakken? Branden of bakken. Je kunt gewoon in een pannetje bakken. Okay. Het leuke is natuurlijk, net zoals we hier hebben gedaan met tafels, dus de mensen kunnen dat thuis ook gewoon doen. In een tafel, grond erin, één zo'n nootje in de grond en dan uiteindelijk krijg je een grote bos met nootjes. Zo simpel eigenlijk weer, hè? Voor je recept. Ja, leuk. Ja. Ja. En dan misschien wat we erbij kunnen doen, is misschien wat zoete aardappel. Ook leuk. Ja? Dus dat groeit ook gewoon hier zo, zoete aardappel. Dat groeit ook gewoon en ook weer in zo'n systeem van tafel. Ja. Dat hebben we aan deze kant staan. Dus ook weer heel makkelijk voor de mensen om zelf te doen. Ja. Dus een tafel met aarde. Ja. En dan heb je die planten en dan, in de grond zit dan de zoete aardappel. Hè. Dus die kunnen we zo uithalen. Mooi man. En dan een lekker maaltijdje van maken. Maar dat zou ook in de volle grond kunnen of is hier de volle grond te rotsachtig? Nee, het kan ook in de volle grond. Mm-hmm. Maar ja, bij sommige mensen thuis is het te rotsachtig of misschien hebben ze weinig grond. Ja. Vandaar dat we willen promoten dat de mensen dat gewoon in bakken doen. Ja. Maar gewoon laten zien, in een bak kan het ook. Datzelfde geldt voor andere producten als bijvoorbeeld de yuca. Ja, de cassave kun je ook zo doen. Ja. Maar goed, een leuk product voor je gerecht, denk ik. Ja. En hoe lang doe je het erover om deze zo? Dit duurt ongeveer 4 maanden, 5 maanden voordat hij klaar is om te oogsten. Ja. Die pinda's zijn ook ongeveer 3 maanden. Een beetje geduld. Geduld, hè. Maar uiteindelijk heb je dan ook een lekker product. Ja. Ja, en het gaat weer met water, hè? Alles draait om water, hè? Correct, ja. En voorbij bij de vis doen ze echt het webwater, moeten ze schoon water hebben. En wat gebruik je hier voor water? Ja, dus afhankelijk van het gewas, we hebben dus twee soorten water. Het webwater, het schone water. Mm-hmm. En we hebben schoongemaakt rioolwater. Yeah. Ja, en dat gebruiken we dan voor de gewassen die, waar de vruchten boven de grond zijn, zoals de paprika's, de tomaten en dat soort dingen. Mm-hmm. Vruchten die in de grond zitten of waarvan je de bladeren eet, gebruiken we gewoon webwater. Okay. Dat gezuiverd rioolwater is heel goed water voor de planten, hè? Er zitten vitamines in. Eigenlijk op Bonaire is het zelfs bijna drinkbaar water, want de zuivering van de web is heel goed. Het is conform Europese normen. Mm-hmm. En dan is het dus eigenlijk bijna drinkbaar. Maar goed, voor de zekerheid en volgens de regels gebruiken we het niet voor bladgroenten en dingen in de grond. Ja, ja. En daar gebruiken we gewoon leidingwater of als het regentijd is en nu een beetje regenachtig. Dan gebruiken we regenwater. Ja. En heb je nog een soort water op Thailand? Ja, je hebt natuurlijk putwater, dus grondwater. Dus je ziet molens overal op het eiland, dan pompen ze water mee op. Ja. Hier op Bonaire is dat water vaak aan de zoute kant. Niet zo geschikt voor de meeste planten. Natuurlijk kokos kan erop groeien en bepaalde groentes ook nog wel. Ja. Maar de meeste mensen hier gebruiken dat als drinkwater voor hun dieren. Geiten en schapen kunnen heel goed tegen zout water. Ja, maar het is toch maar, ik heb gehoord dat het 0,01% is, toch? Het zout, of klopt dat niet? Dat zou best kunnen. Ik zou het zo niet weten. Okay. Wij praten over geleidbaarheid, hè? Dus EC. Dus in de landbouwwereld zeg je van een EC van meer dan 2000.
kun je niet mee werken. Ja, en hier is de EC vaak 4000 of 5000 of 6000, dus twee keer te zout. Ja. Op andere eilanden heb je wat zoeter water, dan zit het op rond 1600, 1800 en dan kun je net wel wat mee doen. Ja, zo'n pinda, dan heb je eigenlijk gelijk gezouten pindas. Dat zou makkelijk weten. Dat zou, en het geeft, heel eerlijk, men zegt dat het geitenvlees van Bonaire en de melk van de geiten op Bonaire smaakt beter, smaakt sterker, zeg maar. Ja, ja. Doordat het zoute water wat ze drinken, waardoor in ieder geval het vlees in ieder geval wat zouter wordt. Dat hebben we in Zeeland ook, hè. De lammetjes lopen op de schorren. Correct. En noemen ze pre-salé. Er zit een klein beetje zilte smaak aan. Ja, ja. En dat maakt het lekker. Ja, dus we kunnen misschien dadelijk even kijken naar de geiten. Ja, want, ja ik denk dat ik. Die borrel iets op natuurlijk, dat is leuk. Ik ga van de zoete aardappel denk ik een panna cotta maken. Oh, lekker. En dan doe ik het koken in geitenmelk. En dan is het plaatje een beetje rond, hè? Ja. Ja? Ja, Maurice, geitenmelk. Wil het wel een beetje lukken om dat te verkopen of zijn de mensen toch nog een beetje bang? Nou, het is natuurlijk een nieuw product. Er is één boerin, moet ik zeggen, die geitenmelk produceert en die haar Vlaamse klandizie heeft. Die maakt er ook andere producten van. Het smaakt net iets anders dan koeienmelk. Het is veel gezonder dan koeienmelk. Waarom? Ja, zeker bij mensen die lactose intolerant zijn, dan heb je geen probleem bij geitenmelk. Het is ook een veel makkelijker melk voor je lichaam om te verwerken, zeg maar. Dus zeker in de Arabische wereld wordt het heel veel gedronken. Ja. Ja, het is een heel, heel gezonde melk. Dus wij als LVV, we zijn nu bezig met vleesproductie, maar in de nabije toekomst gaan we ons ook richten op geitenmelkproductie. Ja. Dus, want uiteindelijk van die geitenmelk kun je natuurlijk heel veel afgeleide producten maken. Als yoghurt, karnemelk, geitenkaas. Ja. En van daaruit weer allemaal verdere producten. Ja. Dus, moet de geit ook eerst drachtig geweest zijn? Wilt hij melk geven? Ja, dus eerst drachtig. Dan na een maand of twee dan kunnen de kleintjes weg bij de moeder. Mm-hmm. En dan ga je doormelken en dan kun je dat gewoon een hele eind doortrekken in het jaar. Ja. En er komt een behoorlijke productie vanaf. Ik denk als je zeg maar 60 dieren zou hebben, dan zou je er gewoon een klein fabriekje mee kunnen draaien om iedereen van melk te voorzien. Zo. Ja. Maar dan ga je het handmatig doen of wil je het ook wel machinaal gaan doen? Nou, ik denk in eerste instantie handmatig. 60 is natuurlijk weinig voor melkmachine, want die zijn vaak grote aantallen. Dan praat je toch over 600 geiten of zo. Maar de verwerking kun je beter machinaal doen om te zorgen dat je een kwalitatief goed product krijgt. Want dan moet je goed kijken naar temperatuur en zo, dat er geen bacteriën in komen. Dus dat zullen we in de toekomst doen. Ja. Ja, natuurlijk van melk heb je natuurlijk slagroom, dat is 30% melkvet. Hoe is dat bij die geit? Is dat ook, kan je ook slagroom van krijgen? Ja, ja, natuurlijk. Ja? Ja. Dus het is eigenlijk net zoals een koeienmelk, zeg maar. Je kunt er allezelfde producten mee maken. Ja. Het wordt nu niet, het is niet echt populair, dat soort. Hè? We kennen allemaal geitenkaas, dat eet iedereen wel. Geitenmelk drinken ze ook nog wel. Maar geitenroom is nog Maar die geitenroom en zo, dat. Ja. Panna cotta is eigenlijk gekookte room. Correct. Dus dat kan natuurlijk niet, maar doen we het een beetje fake natuurlijk gewoon met melk. Er is niks aan de hand, dat komt goed. Dus ik ga boodschappen straks doen bij de vis en dan gaan we straks hier lekker even eten. Dan gaan we een totaalpaardje Heerlijk, ja? Heel goed. Ja. Ja. Succes. Ja. Ja, Bob, Daily Fresh, dat wil natuurlijk iedere kok. Maar wat houdt het in? Hey, goedemorgen. Fresh. Ja. Daily Fresh, we hebben hier een heel mooi systeem met water. Mm-hmm. Wij kweken vissen en groentes. Dat doen we geïntegreerd in één systeem. Ja. En dat systeem heet aquaponics. De vissen die geven we eten, die produceren afval. Maar bacteriën wordt het omgezet in planten eten. En de planten die leven daarvan en die reinigen het water weer en komt er terug. Zo. Dat is allemaal organisch. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Ja. Maar het is tilapia, hè? Ja, tilapia. Zilver tilapia. Tropische vis, zoetwater. Mm-hmm. Leeft zo'n 10 maanden in de tank. Per tank hebben we zo'n 100 vissen. En na 10 maanden oogsten we de vis voor consumptie. En dan komen er nieuwe vissen in. Ja, ja. En op die manier houden we het systeem in stand. Oké. Maar zonder antibiotica? Ja, geen antibiotica, geen groeihormonen, allemaal puur natuur. Ja. We houden de vissen goed in de gaten. Ze leven in drinkwater, dus we gebruiken drinkwater voor het hele systeem. Ja. We verbruiken 6 keer minder water dan normale landbouw.
Dus dat is mooi. Zo, dat is mooi, ja. Ja. Want het water is duur op Bonaire, hè? Water is duur en het is heel moeilijk om dingen goed te verbouwen hier. En dit gesloten systeem kun je eigenlijk overal toepassen. Ja. En geen zand in de slaat, toch? Het is heel mooi en schoon. Ja? Ja. Oké, okay, juist. Ja. Ja, we doen maar een rondrennetje, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal precies werkt. We hebben hier drie vissentanks, dus daar zitten de vissen in. De vissen die krijgen vers water continu. Er wordt ook lucht erheen geblazen voor de zuurstof. Uh-huh. Dus dan een stukje deze kant op komen. Het water stroomt in de tank bovenin. Onderin stroomt het door naar deze clarifiers, noemen we dat. Daar worden vaste bestanddelen uitgehaald. En dan stroomt het verder in eigenlijk de twee belangrijkste tanks. Daar zitten de bacteriën. Okay. Die zetten het om in uiteindelijk nitraat. En nitraat is plantenvoeding. Dus we maken van ammonia nitraat. Aha. Ja. Dat is allemaal een natuurlijk proces. En vervolgens gaat het water daar naar beneden en gaat naar de grote plantenbakken toe. Oh, dat is mooi. Ja. Dus dan lopen we deze kant op. Ja, we zijn zo'n 3 jaar geleden begonnen met deze proefkas. We hebben zo'n 110 soorten groentes getest. We hebben nu zo'n 40 verschillende soorten. Omdat die het beste gedijen hier zo? Of? Ja, en ook kijken waar mensen trekken hebben om te eten. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk heel veel bladgroentes en ook Aziatische groenten en kruiden verbouwen hier. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld al de bok choy, die gaan we zo meteen ook oogsten. Ja. Spinazie kweken we ook. Daarachter zie je de mustard greens. Daarachter zie je de romein. En je ziet eigenlijk steeds kleinere plantjes. Ja. Dat komt omdat de jongste planten staan achteraan. En de planten die klaar zijn om geoogst te worden, die staan vooraan. Ja. Ze drijven op het water, dus hieronder zit water. Ja, hier zitten geen vissen, alleen water. Ja, 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 en de wortels die hangen in het water. Ja. Ja. Maar dat gaan niet rotten dan? Nee, nee, omdat wij ook hier lucht doorheen blazen. Ja, want het water is continu in beweging. We houden ook de waterkwaliteit goed in de gaten. Dus, en de plant levert zo'n 30 dagen en dan gaat die geoogst worden. Zo, ja. Ja, mooi hoor. Ja. En waarom een beetje dat oosters ook? Variëteit. We hebben op het eiland behoefte aan diversiteit. We zouden één soort kunnen doen op het eiland, maar ja, dat is een beetje saai. Ja. We importeren meer dan 95% van al het eten op het eiland. We willen veel meer lokaal aanbieden. Ja, zeker. En dus willen we ook variëteit aanbieden. Dus dit lijkt nu een beetje op een moestuin. Ja. We zijn bezig met onze grote productiesysteem nu bij LVV, waar we zo meteen gaan kijken. Ja. Dat zal ongeveer 10 keer zo groot zijn. Zo. Per jaar kunnen we met dit systeem 15.000 stuks groente produceren. Het grootste systeem zo meteen 200.000. Ja. Ja. Want de plant groeit ook sneller als in de volle grond? Ja, gaat ongeveer 2 keer zo snel. Ja, hoe komt dat dan? Optimale omstandigheden. Dus als je kijkt naar de kast, die is dicht. Ja. Er kan ook geen witte vliegen dergelijke bij komen. Zoveel mogelijk houden we dat buiten. Ja. Zelfs de regen kan er niet bij komen. Want de regen kan soms ook heel zout zijn hier. Ja, ja. Dus ze groeien op water, optimale omstandigheden. Temperatuur. Goede temperatuur. En dan krijg je gewoon een groei die 2 keer zo snel is. Ja. En mocht er nog insecten toch toevallig binnenkomen, wat doe je daarmee? Ja, we kunnen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Als we dat doen, dan gaan de vissen meteen dood. Dus alles is gegarandeerd biologisch geteeld. Dat wil niet zeggen dat er toch af en toe insecten binnenkomen. Uh-huh. Dus daar kunnen we tegen insecten voor uitzetten. Dus die eten dan bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld soms last van trips. Uh-huh. En daar kunnen we dan roofvans voor uitzetten. Ja, ja. De roofvans komt hier ook lokaal van nature voor. En die kunnen we dan hier inzetten om de trips te onderdrukken. Ja, mooi hè? Heel mooi. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, ik wat zeggen? Ja. Want daar doen ze echt opkweken van vanaf zaadje. Ja, precies. Dus we hebben hier ook een aantal kruiden staan. Dus Thaise basilicum. Dat is mooi, die geur. Die citroenbasilicum. Ja, dit is nieuwe kale, die hebben we aangeplant. Dus ja, rode kool toch? Dit is de boerenkool. Ja. Boerenkool? Ja, of eigenlijk snijkool. Die pluk je er gewoon af. Ja, maar dus er komen geen kroppen in? Nee. Dat zijn gewoon de blaadjes. De en die, daar kun je hele mooie salades van maken. Ja. Ja. En dit is... Bieslook, maar dan? Ja, knoflook, bieslook. Ja. Ja. Smaakt heel erg kruidig. Ja. De rode sla is ook heel erg populair, heel zacht. En daarnaast onze summercrisp, ook erg populair. Ja. Ja, ondanks dat dit een proefkas is, hebben we heel veel klanten die dit heel graag afnemen. En iedere week genieten van verse sla. Ja. En hoe doe je het meegeven? Ja, we oogsten 3 keer per week. Mm-hmm. Je zou iedere dag kunnen oogsten. Laten we zo meteen zien. Ja. We dompelen het onder in ijswater. Het wordt gekoeld. Het wordt verpakt. Eerst wordt het gekoeld 8 uur in de koeling. Mm-hmm. En dan wordt het verpakt in een zak. Het vocht moet namelijk bij de groente blijven. Okay. En als je het op die manier bewaart in de koelkast, kun je het makkelijk 3 weken gebruiken. Ja, ik kan vast niet geloven 3 weken. Mooi, hè? Ja. 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 Zonder gas, nee, spoten? Helemaal niks. Gewoon puur natuur. Ja. Geweldig. Italiaans basilicum. Ja. Nou, hier is onze nursery.
Dus hier gaan we altijd zaaien. Dus we beginnen met zaadjes hier. Dat doen we op rockwool, dus steenwol. Dat is gewoon een natuurproduct. Dat breekt ook af na verloop van tijd. Okay. Maar de zaadjes hebben iets nodig om in te ontkiemen. En je ziet gewoon dat het steeds ouder wordt. Ja. Verschillende soorten. Ja, je kijkt gewoon naar een fabriek eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja. En die moet je allemaal persoonlijk planten, deze? Ja, die worden allemaal geplant. Ja. En dan op een gegeven moment worden ze te groot en dan gaan ze over in dit systeem. Ja. Ze moeten ze één keer overzetten. Hier staan ze dan vervolgens, dit duurt ongeveer een week, dat ongeveer twee weken. En dan gaan ze uiteindelijk hier op een lege plaat, kunnen ze erin zetten, dan hebben ze weer meer ruimte. En dan gaan ze naar voren toe. Ja. Want iedere keer als we een plaat leegmaken, komt hij hier weer in, schuift alles eentje op. Dan krijg je toch respect voor een teler, hè? Hoeveel werk erin zit. Hè? Want je denkt van, ik gooi half van de krop hooi ik weg. Maar hoeveel arbeid zit er in aan liefde? Ja, het is heel veel werk. Ja. En ik loop ook nu heel anders door een supermarkt heen. Toch wel, hè? Ja. Ik heb gelukkig ook een verleden bij een boer gewerkt. En ik heb zoveel respect voor een product dat niet zomaar de helft weggooit. Ja, precies. Ja. Er gaat echt heel veel aandacht in zitten. Ja. En het gaat echt om details. Heel goed. Ja. Je had ook mini plantjes, hè? Ja, daar lopen we nu even naartoe. Ja. Dat staat er mooi bij, hè? Ja, heel mooi. Tja. Ja, niks geen randjes eraan. Nee. Ja. Het is onze Japanse kool, heel populair. Oké. Zowel voor salades als voor soep. Of gewoon om te roerbakken. Japanse kool voor soep ook. Ik wil gewoon Oké. Ja. Heb ik nog niet chile, maar wellicht bedoel je de kook ook? Alleen rechtstreeks. Oh, ja. Rechtstreeks. Ja, bonbon. Ja. Een aantal restaurants gebruiken het ook. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dit zijn de radijs. Oké. Ja. Een stukje poeder? Ja. Echt lekker pittig. Heel mooi voor garnering. Ja, je proeft echt radijs. Ja. Ja, mooi is het. Dat is wel knap, hè? Ja. Ja. Leuk. En, puur natuur. Ja. Ja, lekker. De vissen die zijn na 10 maanden eigenlijk klaar om uit de tank gehaald te worden. Mm-hmm. Dat doen we niet in één keer, we doen dat per 20. Ze komen dan in deze speciale tank met zout water. Er zit wel zout water in? Ja. Waarom dan? Licht zout om ze goed te reinigen. Okay. Ze krijgen ook geen eten meer. Een vis kan normaal 4 weken zonder eten, dus 5 dagen is eigenlijk prima. Maar dan zijn ze helemaal leeg na een week. Vervolgens gaan we de temperatuur verlagen, daar worden ze een beetje loom van. Ja. En dan uiteindelijk hebben we een hele visvriendelijke manier om ze te oogsten, te slachten. Ja. Wij doen dat met speciale olie, kruidnagelolie. Mm-hmm. De tilapia is daar heel allergisch voor. Dus een speciale bak. Yeah. Er gaan een paar druppels olie in. En ze gaan gewoon slapen. Zo. Ja. Oké. En nadat ze in slaap zijn, vissen we ze op. Gaan ze op het ijs. Mm-hmm. En uiteindelijk gaan ze van de onderkoeling heen. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar dat is eigenlijk een hele visvriendelijke manier. Dus stressvrij. Dus helemaal stressvrij. En dan merk je ook terug in je visvlees, hè? Ja. Meer ontspannen, toch? Ja. Helemaal goed. Tja. Ja. Dat hebben we ook geleerd van onze kwekers in Nederland, die ons dat hebben aangeraden. Het gaat ook om de dierenwelzijn, om dat op een goede manier aan te pakken. Ja, ja. En waarom tilapia? En waarom geen zeebars, dorade? Wat, je kan van alles kweken natuurlijk. Ja, tilapia is uitermate geschikt, ook in deze omstandigheden, om te houden. Okay. Hele makkelijke vis om te kweken. En, maar dat heeft een beetje een slechte naam natuurlijk, tilapia. Maar ik heb nu zo'n zie. Dus, ja, het is... Dat is een mooi, fantastische smaak, toch wel. Het wordt heel rustig opgekweekt. Ja, ja, ja. En het gaat ons om de groenten. Ja. En de voeding van de groenten komt via de vis. Ja. En als de vis uit de tank moet, omdat ze te groot worden, dan... want wat is je eerste bedoeling? Toch groenten kweken? Het doel is groentes. Ja, oké. Dus dit is eigenlijk bijzak. Op een ecologische manier. Ja, ja. En de vis is een manier om dat helemaal natuurlijk te doen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar op die manier wel en proteïne en groenten. Dus je zou hiervan kunnen leven. En hoe kom je aan je visjes? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. In het begin was het idee om vis te importeren. Mm-hmm. Ja, dat is heel moeilijk op een eiland zoals Bonaire. Dus we zijn toch begonnen met het zelf kweken van vis. Zo. Ja. Dus we hebben een aantal kweekbakken waarin we broedparen hebben. Ja. En eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Dus we kunnen gewoon zelf voorzien in lokale vis. Oh, dat is mooi. Ja. Kun je ook even kijken daar zo? Ja, is goed. Ja? Ja. Hey Bob, dit is allemaal een beetje high-tech, hè? Maar we hebben natuurlijk op eiland, als er iets kapot gaat, wat dan? Ja, dit is Bonaire, dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus probeer het echt wel heel robuust te houden. Bijvoorbeeld, daar staat onze pomp. Ja. Dat is maar één pomp, die pompt alles op. Die moet ook snel vervangen kunnen worden, mocht die kapot gaan. Dus de reserve staat er klaar. Ja, okay. En ik kan hem heel makkelijk tussenuit halen en snel vervangen. Ja. Dus dat is ook prima geregeld. En dat broodtrommeltje hier zo? Dat broodtrommeltje daar is een experiment waarbij we eigenlijk met Raspberry Pi wat sensoren hebben... geïnstalleerd. Mm-hmm. En daarmee kunnen we de temperatuur in de gaten houden en of de pompen nog werken. Dus dat is een computer eigenlijk? Het is eigenlijk een complete computer. Ja, gewoon in een broodtrommeltje. Ja. Hoe simpel kan het zijn? Hoe simpel kan het zijn? Makkelijk te vervangen ook, dus helemaal goed. Ja.
Hey, ik wil natuurlijk straks even een salade maken of een lekker gerecht met de tilapia. Ja. Kun je even iets oogsten? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Dan doen we eerst onze handschoen aan. Ja. Ja, want hygiëne is daar wel voor op, hè? Ja. Ja, ik ben met eten bezig, dus ja. Dat is echt heel belangrijk. Hey, de kwaliteit van het water, hoe doen we dat controleren? Ja, heel belangrijk. Allereerst gebruiken we web drinkwater, mm-hmm. wat ook gewoon hier uit de kraan komt. Ja, maar dat is super schoon, hè? Dat is super schoon, er zit bijna niks in. Nee. Nee. Dat is een prima startpositie voor ons. Ja. Maar omdat we dus heel veel voeding in het water krijgen door de vissen, allerlei processen die plaatsvinden, moeten we goed in de gaten houden. Dus we testen het water dagelijks in het begin en daarna wekelijks op zuurstof, ammonia, nitriet, nitraat en dergelijke. Ja. Zodat we zeker weten dat het water van goede kwaliteit blijft. We verbruiken ook een beetje water, dus je hebt verdamping en dergelijke en de planten verbruiken ook water. Ja. Maar wat ik eerder zei, we gebruiken 6 keer minder water en dat vullen we dus aan met kraanwater. Ja, ja. Maar als je iets bij moet sturen, is dat toch weer plantaar of hoe doe je dat? Ja, bijsturen door meer water toe te voegen. Ja, doen we vaak. Maar geen chemische spulletjes? Nee, oké. Nee. Ja. En straks gaat u opnieuw opstarten? Ja, een groot systeem. Hoe doe je dat? We gaan het vullen met water. Mm-hmm. 110.000 liter gaat erin. Goeie. 6 grote vistanks, 2 keer zo groot als deze hier. Ja. Dus we gaan het water vullen, het systeem. Ja. Kijken een aantal dagen of het goed waterdicht is. Mm-hmm. Dan gaan de vissen erin. Ja. En neem je iets mee van hier, water? Ja, ja. Ja. We gaan het enten. Dus de bacteriën neem je mee? Ja, om het iets sneller te laten. In het begin duurde het hier 3 maanden voordat het allemaal goed op gang was. Ja. Ja. We hopen dat het daar iets sneller gaat als we wat goede bacteriën meebrengen. Ja, ja. Oké. Ja. Bon. Zo gaan we dat doen. Ik heb al water gepakt voor de oogst. Ja. Dat is nodig, want we gaan de planten allemaal onderdompelen. Dat is nodig vanwege het stof, er komt ook stof op. Ja, ja. En daarvoor zijn ze mooi schoon en koelen ze ook af. En daarna gaan ze in de koeling voor minimaal 8 uur. En daarna worden ze verder verpakt. Wat is de beste temperatuur om te bewaren of te slaan? 3 graden. 3 graden? 3 graden in een zak. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dus we gaan onze handschoenen aandoen. We pakken een emmer voor de wortels. Die planten hebben allemaal wortels en die gaan naar de geiten. Oké. Okay. Dus de geiten die vinden dat erg lekker. We pakken een schaar. Ja. We beginnen gewoon aan deze kant. Je pakt de plant. Hij komt eruit. Ja. Mooie, mooie wortels. We knippen de wortel eraf. Op deze manier. En de bok choy die gaat in het water. Laat hem even rusten. Een 10 seconden. Maar nu doen we alles nog alleen samen met je vrouw, hè? Ja. Ga dat straks ook doen? Of? Nee, straks hebben we een hele mooie ploeg mensen die dat part-time gaan doen, samen met ons. Ja. En dat wordt echt een hele leuke job. Een mooie verse bakjoy. Ziet er daily fresh uit, toch? Daily fresh, absoluut. Nou, dan gaat hij in de krat en dan gaat het in de koeling. We gaan iets lekkers van maken straks. Mooi zo. Goed zo. Ja. Hey Bob, als de vis klaar is, hij is dood, wat doe je er dan mee? Ja, na een dag kunnen we ze gaan fileren of schoonmaken. Of heel worden ze verkocht. Mm-hmm. Of we maken ze schoon en dan kunnen we ze roken. Oké. Okay. In de rookkast. Ja, ja, ja. Waarom roken? Gewoon om een mooi product af te leveren. Je kunt of de vis zelf verder klaarmaken zoals je wilt. Ja. Of je kunt gerookte vis nemen en dan is het heerlijk voor bijvoorbeeld een salade. Ja. Dat doen we door eerst te pekelen een dag. Een speciaal recept. Bonaire zeezout of niet? Ik gebruik ook heel veel, ja, absoluut. En een aantal andere kruiden. Ja. En dan na een dag zijn ze klaar, drogen ze in de kast. Ja. En dan gaan ze 3 uur lang worden ze gerookt op elshout. Dus warm roken, denk ik. Ja, dus het product wordt helemaal is gaar. Is zin. Helemaal gaar, is gewoon klaar voor consumptie. Oké, okay. Dat is mooi. En daarna wordt het vacuüm verpakt en dan kan het verder gebruikt worden. Ook weer lang houdbaar, denk ik. Lang houdbaar. Lang houdbaar. Ja. Daar hou ik ook een leuk gerechtje in maken. Dus dit is de kraamkamer. Ja, we zijn hier bij de broedvissen. Mm-hmm. We hebben op dit moment 6 vrouwtjes en 3 mannetjes in deze broedbak. Mm-hmm. En ze hebben ook al een aantal jonkies gekregen, een tijdje terug. En die laten we een tijdje bij de ouders leven. Ja. En op een gegeven moment gaan ze daar weg en dan gaan ze speciale kweekbakken. Worden ze verder opgekweekt en kunnen ze gebruikt worden in de grotere tanks.
De mannetjes zijn speciale mannetjes. Die hebben alleen mannelijke nakomelingen. Echt waar? Ja, we hebben dus alleen mannetjes die we in de grote tanks doen. En waarom is dat dan? Omdat we niet willen dat ze zich gaan voortplanten. Ja, okay. Dat je inteelt krijgt en dergelijke. Dat doen we niet. Qua smaak maakt het niet uit, mannetje of vrouw? Qua smaak maakt het niet zoveel uit. Alleen de mannetjes groeien beter door. En hebben meer vlees. En dat doen we op een natuurlijke manier. Dus deze mannetjes hebben een ei-chromosoom. Mm-hmm. Er is maar één plek ter wereld waar ze dat voor elkaar krijgen. En daar halen wij de broedvissen vandaan. Oh, ja, okay. Dus heb ik weer helemaal natuurlijk. En waarom die bloempotten erin? Ja, de bloempotten, dat zijn hun nesten. Okay. Dus de vrouwtjes die nestelen daar, die leggen hun eitjes. De mannetjes gaan er dan vervolgens na een paringsdans in. Mm-hmm. En die bevruchten de eitjes. En het vrouwtje broedt vervolgens de eitjes uit in de mond. Die schept ze weer op. Oh. En dat wordt in de mond 10 dagen lang uitgebroed. En hoeveel eitjes zijn het in één keer? Hangt af van de grootte van de vis. Maar het begint bij zo'n 500. En een grote vis, ja, die doet 1000, 2000 eitjes per keer. En hoeveel per keer? Of nee, hoe vaak burger per jaar? Om de zes weken. Ja. Sure. Ja. Ja. Dus dat doen we hier. Het is ook een iets ander systeem van wat je net zag. Mm-hmm. In het andere systeem blazen we lucht door het water heen. Hier hebben we een biotoren. Waar het water bovenin sijpelt. Tegen de tijd dat het water hier beneden is, zit er wel heel veel zuurstof in en kan het weer door de vis gebruikt worden. Ja. En wat voor voeding krijgen die kleintjes? Speciale babyvoeding. Babyvoeding, okay. Ja, serieus. Ja. Ja. En dat koop je of ga je het ook zelf maken of hoe doe je dat? Ja, dat importeren we nog, maar we gaan op termijn kijken of dat ook hier lokaal met bijvoorbeeld zeewier en of insecten zouden kunnen supplementen, dat we daar minder van nodig hebben. Ja. Dat sargassum zeewier, kan je iets mee? Zou je iets mee kunnen, alleen... Maar dat is toch genoeg, hè? Ja, het probleem is dat het maar 2 maanden per jaar hier is. Ja, dat is ook en dat is een goed probleem, want we willen niet dat het hele jaar hier is. Ja, ja. Het andere vraagteken is de zware metalen, die ook in sargassum voorkomen. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Dus, ja. Het is iets wat we nog moeten onderzoeken. En cannibalisme, hoe bedoel ik? Eten ze elkaar op of niet? Ja, we hebben op een gegeven moment haal je de kleintjes eruit ja. En dan ga je selecteren. Dus de allerkleinste en de allergrootste, mm-hmm. Die gaan niet door. Oh. Want de kleinste die groeien niet goed en de allergrootste zijn kannibalen. Die eten heel veel, er zijn veel vraten en die wil je daar niet in je grote tanks hebben. Nee. Okay. Dus kwekers zijn daar bekend mee en op die manier selecteer je zeg maar de grootste. Oh. Ja. Okay. En is het ook gevoelig voor bacteriën dit of niet? Ja, we hebben hier een speciale UV-lamp die het bacteriën uit het water halen. Ja. Dat doen we niet in het andere systeem, want daar willen we juist de goede bacteriën hebben. Ja. En daar is het volume ook veel groter. Hier zit je met een veel kleiner volume, dus hier hebben we UV-lampen waar het water langs stroomt. Om het allemaal schoon te houden. Ja. Wie had het nou gedacht in Bonaire? Dat is toch geweldig? Ik niet. Nee. Hey, dankjewel. Dank je. Hey, welkom in mijn geïmproviseerde chef's table. Ik ga een gerechtje maken, inderdaad, van mosterdsla en de pak soi. En ik heb mosterd als basis, want ik mosterdsla, mosterd. En ik heb dan zelf mosterd gemaakt van Bonaire Blond. Maar ik wil toch natuurlijk alles een beetje in het thema van Bonaire houden. Dus mosterdzaadjes fijn draaien met bier, een beetje water en gembersiroop. En daar heb ik daar weer een dressing van gemaakt. En daar gaan we de sla ermee aanmaken. Dus ik ga eerst een beetje de sla mengen. Ik mooie mosterdsla. En andere soorten sla. Het is toch wel leuk om te zien dat je toch met veel lokale producten heel veel leuke dingen kunt doen. Ja, zeker. Dat is toch mooi? Ja, dat is prachtig. Ja. En hoe minder je hebt, hoe meer je moet nadenken om iets creatiefs te maken, toch? Daar gaat het een beetje om, hè? Ja. Dus ik had in de keuken nog een paar groene asperges. Er zit ook een klein beetje notensmaak aan. En dan komen die aardnootjes weer een beetje terug. En dat doe ik er ook door. En ik heb ze lekker puur gehouden, die noten. Dan proef ik me echt de smaak. Dan gaan we lekker aanmaken met de dressing. Op het laatste moment de dressing toevoegen, zit ook een zuurtje in. En van de zuur wordt natuurlijk je sla slap, dus dat moet je natuurlijk niet hebben. Ik ga zoiets bedenken en dan valt er altijd iedere keer naar binnen. Dus ik mango kwam ineens binnenvallen in mijn gedachten. Dacht, ja, doe ik een mango door. Natuurlijk wel lekker fris. Ook heb je die gerookte vis, natuurlijk wordt een beetje zwaar van smaak. Dan kan wel een beetje frisheid gebruiken. Een leuk kleurtje. Een lekker leuk kleurtje inderdaad erin. Dus we doen het een beetje. Ik heb nog sushis gebakken, kleine profietrolletjes. Heb ik ook weer bestrooid met mosterdzaadjes. Dus er komt alles terug, hè. En omdat ik dan toch bezig was, heb ik nog maar soep gemaakt. Mosterdsoep. Dan doen we er ook een glaasje bij, dus aan mijn totaalplaatje. En dat is dan de panna cotta geworden. Van de geitenmelk. Dus alles gepureerd.
En dan gelatine erin, net genoeg dat panna cotta een beetje licht smeuig nog is. Een beetje extra op smaak brengen met Bonaire zeezout en wat peper. En dan gaan we lekker luchtig mengen. Ik heb daarmee gezegd, we willen natuurlijk alles in één opslag zien wat je eet. Dus lekker bovenop ook de mango en de nootjes. En de aspergetjes. Nou, dan hier de gerookte tilapia, die is nog eens geheel. Maar het vel kun je er makkelijk afhalen. En dan kun je zo ook de filet er zo afhalen. Die is natuurlijk gaar. Dus dat is hartstikke mooi. En te veel graad is ook weer niet lekker natuurlijk. Nou, je kunt het zo gebruiken. Een beetje scheuren. Heeft ook wel een speels effect. Mooi zacht vlees. En dan de soesjes erover voor het knappertje. Dan heb ik toch nog wel qua nootje. Ik heb een balsamico. Dan heb ik walnotenolie en gember siroop. En dan toch nog een beetje lekker geschift erover. Voor het zicht en voor de smaak. Kantje van banaan, vond ik ook wel leuk, kwam ik ook tegen de winkel. Met de mosterd. We moeten nog werken, dus hem niet volle glazen, nee, want voor mij is de baas er ook bij, toch? helaas. Hè? Dat is net goed voor de smaak. Daarom ook, hè. Als het goed is, moet elkaar versterken. Daar gaat het om. Zo. Nou, ik denk een leuke maaltijd, toch? Ja, even proost. Posten. Proost. Hè? Heel mooi lokaal product. Ja. Met een lekkere lokale smaak. En makkelijk te doen. Ging toch easy? Ja. Hey, proost. Proost. Nou, Bonaire, eet smakelijk.